Moreel beraad, wat is dat nou precies? Vandaag op 19 mei hebben de gespreksleiders hun laatste cursusdag. We gaan eens kijken wat ze hebben opgestoken. Bij een moreel beraad, dat is eigenlijk een manier waarop je kleine dilemma's met elkaar kunt bespreken, maar ook grotere morele dilemma's. In de zorg zijn er elke dag talloze morele dilemma's. Mogen we iemand wel of niet isoleren? Mag iemand zelfstandig naar buiten? Gaan we wel of niet die medicatie inzetten? Nou, eigenlijk in de zorg en zeker ook in de jeugdzorg lopen we de hele dag tegen allemaal morele dilemma's aan. En wij hebben deze fantastische groep mensen nu opgeleid, zodat zij het gesprek daarover met elkaar kunnen voeren. Zodat ze ook tot een besluit kunnen komen, een gedragen besluit. Het belangrijke is de autonomie van de cliënt en de vrijheid tegenover de zorgzaamheid van de begeleiding. Van een cliënt wil bijvoorbeeld op vakantie naar Frankrijk en de begeleiding denkt dat dat veel te onrustig is. En wat doe je dan? En waar houdt de vrijheid van de cliënt op? En wat moet de verpleging of de verzorging wel doen, of de begeleiders? Mag je een jongere op verlof laten gaan terwijl je dat eigenlijk denkt, nou, dat gaat niet zo goed op verlof. Maar hij wil zo graag. En wat krijgt dan de voorrang? Als gespreksleider zal ik dus morele beraden leiden. Dat primair. En daarnaast merk ik dat door de cursus ik ook anders naar situaties kijk. Kijk van, hey, is dit nou goede zorg? En deze cursus of het gesprekleider zijn geeft mij ook een instrument om te zeggen van, hey, we kunnen op gestructureerde wijze deze situaties even onder de loep gaan nemen. Dus het is primair gesprekken leiden en daarnaast dus ook initiëren en signaleren van, hey, dit is een situatie die je, even gestructureerd door middel van een moreel beraad onder de loep genomen kan worden. Ik ben op zoek gegaan naar een goede cursus moreel beraad en toen kwam ik bij Relief terecht. En dat is via e-nieuws verspreid en deze mensen hebben zich aangemeld. Dus iedereen kon zich daarvoor inschrijven en deze mensen zijn dat geworden. Er zijn op dit moment 12 mensen die de cursus volgen, vandaag zijn er 10. En ze werken door heel Plurijn, van Nijmegen tot Lelystad tot Almelo. Dus straks zijn er door heel Plurijn gespreksleiders die een moreel beraad kunnen leiden. Dat is echt fantastisch. Op het werk en in het werkveld kom ik situaties tegen waarbij ik me wel eens vraag van, is dit nou echt goede zorg? Is een cliënt, een jongere, is hier nou echt mee geholpen? En kan het ook anders? Kan het beter? En dat zijn vragen, situaties die ik tegenkwam. En ik denk, daar wil ik in meedenken, wil ik aan bijdragen. En een gespreksleider moreel beraad is iemand die daar ook in bij kan dragen. Ik bedoel, ik kan dat soort situaties voordragen, aandragen. Dus ik wil bijdragen aan een betere zorg. En dat is voor mij een van de belangrijkste redenen om mee te doen met deze cursus. In de dagelijkse dag zijn er continu kleine dilemma's, continu. En 9 van de 10 keer maken we intuïtief een goed besluit. Hè? We zijn allemaal professionals. Maar er zijn echt dilemma's die blijven schuren. Waar we last van hebben of waar we echt met buikpijn mee omlopen. En door met elkaar zo'n moreel beraad te voeren en tot een besluit te komen, merk je dat mensen minder last hebben van stress, onder andere. En ook dat ze zo'n besluit met elkaar kunnen dragen. Hey, we hebben met elkaar alles uitgewisseld, we hebben naar alles gekeken. En misschien hebben we nog steeds, is het de meest verantwoorde wijze van handelen. Daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Want voor een dilemma is eigenlijk nooit een kant-en-klare oplossing. Nu weet ik ook wat moreel beraad is. Daar hebben we geen discussie voor nodig. Wil jij iets graag onder de aandacht brengen? Mail ons dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest. Summertime.